Rijksmonument, het voormalig kantoor Ten Kate, gebouwd in 1890 aan de Wierdersestraat, heeft een nieuwe eigenaar. Het bedrijf Dit uit Albergen, wat gespecialiseerd is in interieur- en kantoorinrichtingen, blaast nieuw leven in dit pand. Hoe is uw naam? Mijn naam is Niels. Niels, en je bent druk aan het werk met de Mans Kapberg mozaïek. Ben je er ook bij geweest toen het afgebroken werd? Nee, daar was ik niet bij. Nee. Maar het is allemaal goed gedocumenteerd, geloof ik? Ja, zeker. Alles is netjes op fotootjes vastgelegd. We hebben er een map bij en als wij die map open doen, dan kunnen wij even kijken waar de stukken terechtkomen. En op die manier kunnen we ze weer op de juiste volgorde plaatsen. Begrijp je iets van een mozaïek zelf? Nee, ik had al van mijn collega's gehoord dat er inderdaad een verhaal achter zat. Maar dat verhaal heb ik zelf nog niet gehoord. Dat komt nog wel, denk ik, als het weer klaar is. Maar volgende week is bouwvakvakantie. Geldt dat ook voor jullie? Wij gaan volgende week nog een weekje door. Ik geloof dat we hier tot woensdag staan en dan gaan wij ook met bouwvak. Wens ik je veel plezier. Hartstikke bedankt. De Waterpad-wandelroute is een wandelroute van de stichting Almelo Promotie. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de VVV in de bibliotheek. De route is bijna 10 kilometer lang, dus goed voor 2 uur wandelen. De start bij de Almeloze bibliotheek heeft direct met water te maken. De bibliotheek is namelijk gelegen tussen de haven Noordzijde en de touwbaan aan het Baken. En hier heb je al direct 3 wateronderwerpen. De bibliotheek is overigens in de vorm van een vis gebouwd. Vanaf de bibliotheek lopend gaan we rechtsaf naar de haven Noordzijde. Daar ligt de stadsvijver met als markant punt de fabriekspijp en de portierswoning van de voormalige textielfabriek van Heek Scholco.
Vanaf hier is het een klein stukje naar het nieuwe gemeentehuis van Almelo. Het gebouw is ontworpen door Kraaivanger en uitvoerend architect Vincent van der Meulen. Overigens in Almelo geboren. De brug in de Egbert-Gorterstraat moet ook genoemd worden, ook al is deze niet opgenomen als waterelement in deze wandeling. De brug, nu nog een vaste oeververbinding, zal in de toekomst beweegbaar gemaakt worden. Daar is bij de constructie al rekening mee gehouden. Verderop, op de plek waar het kanaal Almelo-Nordhorn en het Overijsselskanaal samenkomen, ligt de jachthaven. Vroeger liep het Overijsselskanaal door tot het centrum, waar nu het Marktplein ligt. Het Overijsselskanaal wat we hier zien werd in 1855 geopend en werd gebruikt voor de aanvoer van grondstoffen voor de textielindustrie. De komst van de stoomtrein in 1860 ondergroef het succes van het kanaal. Over het kanaal was de fabriek van de Koninklijke Ten Kate. Op het terrein, in de volksmond bekend als Indië, werd vroeger katoen gemaakt en verscheept naar Indië. Op het 23 hectare grote terrein worden nu 600 woningen gebouwd. En dan komen we uit bij het 37 kilometer lange Almelo-Nordhornkanaal. Met dit kanaal is in 1884 begonnen met het graven, maar economisch gezien is het een mislukking. De Friesebrug is in 1933 gebouwd ter vervanging van een oude ophalbrug. Hier zien we nog de oude brugwachterwoning met een plaquette ter nagedachtenis van twee Canadese soldaten die hier op de brug sneuvelden tijdens de bevrijding van Almelo in 1945. Verderop aan de sluiskade noordzijde ligt het sportpark. Al bijna 100 jaar ligt hier het zwembad. Het huidige zwembad dateert uit 1970, maar het is in de jaren al verschillende malen gerenoveerd. En op het terrein is ook een sporthal en het Erasmus heeft hier een school. We lopen verder langs het kanaal in oostelijke richting en komen dan bij het Banusgemaal. Dit gemaal uit 1959 wordt één of twee keer per jaar gebruikt bij hoogwatersituaties. Mede door dit gemaal houden Almeloers droge voeten. Na het gemaal slaan we rechtsaf de Lolé over en gaan opnieuw rechtsaf. We lopen nu langs de Lolé over de Tukkersdijk, het vroegere vrijerslaantje van Almelo. Aan het einde rechtsaf de Gravenallee in en de Lolé over. Links ligt het Vogeleiland. Hier zouden regelmatig ijsvogeltjes te zien zijn. Op de oever van de Lolé staat een baksteen. Dit was in 2007 het winnend ontwerp van studenten uit Zwolle. Lopend over de Gravenallee zie je het kasteel van de Graaf van Rechteren al van verre.
Vanuit Halse Almelo kijk je dan ook diep de Gravenallee in. Vlak voor de provinciale weg slaan we linksaf naar de verkeerslichten waar we de drukke weg oversteken. We lopen nu in de Hofstraat. Hier komen we langs Huize Castello, dat eind 19e eeuw door de graaf van Rechteren werd gebouwd voor zijn moeder. Dan komen we langs het Rochmanspark. Dit stadspark is vernoemd naar een voormalig rentmeester van Huize Almelo, P.M. Rochmans. Op deze plek waren vroeger de bleekvelden waar textiel op natuurlijke wijze werd gebleekt. Tegenwoordig is het het domein van herten, eenden, zwanen en ganzen. We slaan linksaf de Hanzelaan in en gaan na de brug over de A rechtsaf. Hier heet het Franciscanessenhof. Langs de boorden van de A volgen we het voetpad. Achter de Bleekkerk ligt het Hagenpark dat eind jaren 80 werd aangelegd. De Almeloze A stroomt door dit park dat vroeger de tuin was van het Sint-Elisabeth ziekenhuis. Het theaterhotel is over de rivier gebouwd, maar met de kano kan je eronder door. Het riviertje heeft verschillende namen, achtereenvolgens de Hagen, de A, de Almeloze A en hij verlaat Almelo als de Nieuwe Graven. Dan steken we de Grote Straat recht over. Vergeet niet naar boven te kijken, want de straat kent vele mooie gevels. We lopen verder door de Schuttenstraat. We komen nu bij het Schokland. Het Schokland was vroeger een haven. Tegenwoordig zijn kano's de enige boten die daar nog varen. In proeflokaal België is regelmatig live muziek te beluisteren. We lopen iets terug en slaan dan net na Café België rechtsaf de Korte Prinsenstraat in. Hier vinden we het Almeloos Stadsmuseum. Dit museum is gevestigd in het oude rectorshuis en de Latijnse school. Via een poortje kunnen we nu langs de A richting de Prinsenstraat. De A stroomt hier verder richting Tuinstraat. Hier stonden tot de 70e jaren textielfabrieken. Verderop in de Tuinstraat staan moderne woningen boven en op een grote betonnen bak. Deze dient als extra opslagmogelijkheid om bij hevige regenbuien overstort van vuil water in de A te beperken. Aan het einde van de Aderstraat rechtsaf, Westerstraat en de Wierdense straat in. De tunnel leidt ons onder de spoorlijn door. Aan de wanden is hier het Manskapbaarig mozaïek. De tunnel uitkomend zien we de Turkse Yunus Emre Moskee. We gaan rechtsaf de A-straat in en daar stroomt de Almeloze A weer. Aan het einde gaan we linksaf, Rohofstraat en na de brug over de Almeloze A rechtsaf de Spreeuwenstraat. Bij de Nachtegaalstraat gekomen steken we recht over. We kunnen hier mooi het voetpad door het A-park volgen. Nu gaan we de begraafplaats het Groenendaal op. De route is eenvoudig rechtdoor. Langs twee vijvers en brengt ons aan de Wierdense straat weer uit de begraafplaats.
We slaan hier rechtsaf de Weerdense straat op. Aan de rechterhand het Egbert ten Katerplantsoen, maar we gaan bij de verkeerslichten linksaf de Aalderingssingel op. Hier vinden we Zittend en Liggend Paard. Een bronzen kunstwerk van Tom Klaassen dat paarden voorstelt. Bij de rotonde rechtsaf de Torbeckerlaan op. Wanneer het hard regende in Almelo, hadden de bewoners van de wijk de Kerkelanden vaak wateroverlast. Door de aanleg van enkele retentievijvers wordt het waterpeil tegenwoordig op natuurlijke wijze verlaagd. Bijna aan het eind van de Torbeckerlaan slaan we linksaf de Appelstraat in. Aan het einde rechtsaf en we zijn bij het station van Almelo. Via de tunnel onder de rails door komen we gemakkelijk in de Egbert-Gorterstraat. Het monumentale Twentecentrum is een uit 1915 stammende stoomspinnerij. De toren diende voor opslag van bluswater en was verbonden met de sprinklerinstallatie van deze textielfabriek. Na dit Twentecentrum komen we weer langs het nieuwe stadhuis. Voor het kanaal slaan we rechtsaf en we gaan verderop de fietsersbrug over. We zijn dan weer terug bij de bibliotheek waar we deze wandeling begonnen.